Vandaag zijn we weer neergestreken in Arnhem-Muiden, waar de plaatselijke VV het kampioenschap eventueel in de wacht zou kunnen slepen. Dan moet het wel winnen van VV Domburg, terwijl MZC 11 dan punten moet verliezen bij Oostkapelle. Trainer Carlos de Jonge stuurt de volgende 11 in het veld. Domburg begint met deze namen, waar de sterke spits Bezar Soksai als kapstok dient. Zoals gezegd kan Arnhem-Muiden vandaag dus kampioen worden, terwijl ook MZC 11 en Nieuwdorp nog in de race zijn. Het jonge publiek wordt nog eens opgezweept en de spelers betreden het veld in een geweldige ambiance. Een sfeer die je op niet veel Zeeuwse velden zult tegenkomen. De gebruikelijke handjes en dan kunnen we er zo aan beginnen. Al meteen is duidelijk wat de intenties zijn van Arnhem-Muiden, al mag deze voorzet nog gestempeld worden als een afzwaaier. En zij hebben er zin in, gesminkt en wel. En dan stuurt Domburg aanvoerder Bernhard opeens van Koevering op ongelukkige wijze de diepte in. Die omspeelt Doeman Leidekkers en wandelt de bal zo in het lege doel. Arnhem-Muiden al na 6 minuten op voorsprong. Dolblije supporters, waarvan er eentje zelfs het veld betreedt. Zo belooft het nog een heftig dagje te worden voor Domburg. Nogmaals in de herhaling te zien hoe Bernhard onbedoeld van Koeveringen de bal op een presenteerblaadje geeft. De Arnhem-Muidenaren willen er geen half werk van maken. Hier wordt de Domburg goalie alweer in de problemen gebracht. Hier Soksai, stuurt Gele weg, die komt Schaier uit en krijgt zijn voet nog tegen de bal, maar daar is Van Koeveringen die de bal van de lijn haalt. Corner, Soksai krijgt de bal in de voeten en dan wordt de bal weer van de lijn gehaald. Daar komt Arnhem-Muiden weer heel goed weg zeg. Jimmy Bastiaans met de voorzet, biedt de kans aan Gele, maar die raakt de bal half. En zo is de stand in het voordeel van Arnhem-Muiden, maar dat had net zo goed andersom kunnen zijn. Thijs Rovers, snel door de defensie, trekt hem voor op Grootjans, die stapt over de bal. Van Koeveringen, maar Koeveringen moet zijn tweede maken, maar hij faalt. Had het 2-0 moeten zijn. Hier gaat Bastiaan Grootjans langs de verdediger. Geeft de bal op een presenteerblaadje aan Van Koeveringen, die staat helemaal vrij, maar gaat iets te overhaast te werk. Had daar veel meer tijd. Weer geen verdubbeling van de marge. Van de Ketterij passeert Michiel Bernhard, bal tweede paal, Grootjans kopt terug en Van Belzen kopt over. Hij kreeg de bal van dichtbij nogal hard op zijn hoofd. Schaier met de vrije trap in twee instanties, maar daar wordt zijn schot gesmoord door Michiel Bernhard, die zo zijn keeper een goede dienst bewijst. Voor Arnhem-Muiden geldt, als je zelf niet scoort, dan blijft het oppassen. Voorzet. Daar lijkt Van Belzen een duwtje te geven en zet een Domburg-speler nog een teen tegen de bal, voordat Rovers gevaarlijk kan worden. Dat was het laatste speldeprikje van de eerste helft. Dan de tweede helft. Arnhem-Muiden omsingelt de 16. Schroevers met de voorzet op Van Belzen en die lijkt verkeerd te timen en krijgt daardoor zijn hoofd niet tegen de bal. Dan Grootjans stuurt Schroevers weg, die komt 1 op 1, maar schiet tegen doelman Leidekkers op. Grootjans ontvangt hier de crosspaas en kan gelijk over Leidekkers loppen, maar laat dat na. Hij gaat terug naar zijn rechterbeen en dan is de kans eigenlijk al verkeken. Schroevers probeert nog wel te vergeefs een 1-2 op te zetten. Volgende kans van Koeveringen. Die ziet zijn puntertje stranden in de handen van de doelman. En dus kan Arnhem-Muiden trainer Carlos de Jonge nog niet rustig plaatsnemen op de bank.
want Domburg heeft zichzelf nog niet gewonnen. Hier ontvangt de Rovers de bal in de 16, maar van die aanval wordt de Domburg defensie uiteindelijk niet koud of warm. Weer Rovers die weg is. Houdt de bal nog binnen. Maar Grootjans kan uiteindelijk te weinig met die bal. De 81ste minuut, waarin Michiel Prevost een overtreding begaat op Van Belzen. En dat lijkt toch een terechte strafschop. Ook nog een gele kaart voor Prevost. Aanvoerder Schuyer neemt zijn verantwoordelijkheid tegenover Jacco Leidekkers. En die laatste komt als winnaar uit de strijd. Zo blijft Domburg nog in de wedstrijd. Knappe actie, Xokai. Schot vanaf zo'n 25 meter en de bal op de paal. En zo zijn zij er dus nog niet gerust op. Paas op Van Koeveringen. Die Leidekkers ziet uitkomen en de bal wil stiften, maar het hoofd raakt van de doelman. Scheidsrechter Bel ziet dat echter anders. Hij denkt dat Leidekkers de bal met de handen raakt. Leidekkers krijgt zelfs de rode kaart voorgeschoteld. Gelukkig hebben wij de herhaling nog. Het oponthoud duurt nu al ruim 3 minuten. En zij zien uit naar het einde van de wedstrijd. Want Domburg kan nog gevaarlijk worden uit deze vrije trap. Maar die bal is voor Balk. En dan is daar het eindsignaal. Arnhem-Muiden wint, maar is nog geen kampioen. Volgende week een nieuwe kans. Uit tegen FC Axel.